Goed, dan gaan we naar het laatste niveau, dus microniveau. Dus nu ga ik vooral kijken naar de leeractiviteiten zelf. Hoe dat je dat gaat ontwikkelen, wat je daarvoor kan gebruiken en dergelijke. En gaan we ook iets verder gaan met die terminologie. Wat ik hier eigenlijk wil tonen is de flow, hoe dat zo'n kennismodule normaal gezien tot stand komt. Dus hier spreek ik specifiek over een kennismodule die ontwikkeld wordt in een authoring tool. Dus je ziet daar links mensen die daarbij betrokken zijn. Bijvoorbeeld die training die je er net zag, is altijd met een wordt altijd gedaan in een team van een aantal mensen, waar je enerzijds de subject matter expert hebt. Dat is eigenlijk degene die de content expertise heeft. Dus als je gaat kijken in dat schema van deze morgen, het TPEC model dat getoond geweest is. Het content gedeelte is ook het gedeelte wat jullie beheersen. Jullie zijn eigenlijk de subject matter experts, die natuurlijk een heel belangrijke taak hebben bij de ontwikkeling van zo'n een kennismodule. Daarnaast heb je een instructional designer. Dat is iemand die didactische kennis heeft en die eigenlijk weet hoe dat hij bepaalde kennis, hoe dat hij die kan overbrengen. Wat dat de beste manieren zijn om die kennis efficiënt te gaan overbrengen. En dan heb je soms ook nog eens een technische ontwikkelaar. Dat is dan degene die het technologische goed onder de knie heeft. Die drie gaan heel nauw samenwerken voor uiteindelijk die kennismodule te ontwikkelen. Nu, dat is een theorie. Als je gaat kijken naar organisaties die echt enkel bezig zijn met het ontwikkelen van dat soort kennismodules, wat dat heel vaak gebeurt, is dat instructional designer en ontwikkelaar samenvallen. Zeker omdat die technologie die is een pak eenvoudiger geworden dan vroeger. Het is eigenlijk veel gemakkelijker om iemand met een didactische kennis voor die technologie te gaan aanleren dan omgekeerd. Maar wat dan wel natuurlijk wel heel belangrijk is die samenwerking met de subject matter experts. Dat is iets wat soms heel vaak voor moet samengezeten worden. Het is natuurlijk niet gemakkelijker voor iemand die niets weet van die materie, voor daar helemaal in thuis te geraken. En eigenlijk de ideale situatie, en wat dat bij jullie misschien ook af en toe het geval zal zijn, is dat die drie rollen eigenlijk in één persoon vervat zitten. Dat is natuurlijk moeilijker als je echt van die heel uitgewerkte modules gaat ontwikkelen, zoals we dan net gezien hebben. Maar voor kleinschalige zaken is dat wel iets eenvoudiger. Maar ook als ik kijk naar mijn eigen ervaring, als je die drie rollen in elkaar kunt verwoorden, maakt het je eigenlijk wel een stuk gemakkelijker. Omdat die samenwerking, die communicatie, daar krijg je toch heel veel tijd in. Zeker om die expertise over te brengen naar die instructional designer. Dus op dat vlak kan het ook wel een voordeel zijn dat je die drie rollen in één persoon hebt. Dus die ontwikkelaar die kan dan iets gaan uitwerken, die krijgt dan eigenlijk de informatie van de instructional designer. Dat is meestal een storyboard. Je gaat dat ontwikkelen in een authoring tool. Eentje die deze morgen al is gevallen is, was Adobe Captivate. Dat is inderdaad een van de bekendste. En daarnaast heb je ook Articulate Storyline vooral. Dat is ook iets wat al heel vaak gebruikt wordt door organisaties voor die content te gaan ontwikkelen. Enige keer dat dat gemaakt is in die authoring tool, wat dan meestal gedaan wordt, is dat dat geëxporteerd wordt naar een scorempakket. Scorempakket is eigenlijk, moet je daar niet zoveel vragen over stellen, dat is eigenlijk gewoon een zip-pakketje dat gemaakt wordt door die authoring tool. Maar dat zip-pakketje kan je eigenlijk gaan uploaden naar een leerplatform. En daar maakt het eigenlijk totaal niet uit uit welke authoring tool dat komt. Zo goed als alle serieuze authoring tools die bieden die mogelijkheid aan. En eigenlijk ook zo goed als elk deftig leerplatform gaat ook die scorempakketten kunnen aanvaarden. Dus dat biedt eigenlijk de mogelijkheid, dat maakt niet uit in welke tool dat je het maakt, maakt niet uit op welk leerplatform dat je dat gaat uitrollen. Dat is eigenlijk een standaard die scorem en die zorgt ervoor dat alles heel gemakkelijk uitwisselbaar is. Nu, wat is eigenlijk het belangrijkste van die scorem? Dat is dat er een communicatie gebeurt tussen uw content, dat pakketje, en uw leerplatform. Ik had het al eens gehad over die data tracking bijvoorbeeld. Stel dat die scorem er niet zou zijn. Stel dat je bijvoorbeeld gewoon een videootje op je leerplatform zet, zonder met die scorem standaard te werken, dan gaat dat leerplatform eigenlijk weinig gaan tracken. Die gaan niet weten dat je videootje tot het einde doorlopen is. Als daar een testje in zit, die gaan niet weten wat de score op die test geweest is. Dus die scorem zorgt er eigenlijk voor dat als je
een kennismodule tot einde hebt doorlopen, dat leerplatform weet dat die voltooid is. En dan gaat er eigenlijk een status op voltooid komen of op 100%. En kun je eigenlijk in de rapportage op je leerplatform zien dat die kennismodule ook effectief is afgerond. Hetzelfde met een testje. Als iemand 60% al op een 60% haalt op een test, gaat dat leerplatform dat ook kunnen weten. Dan ga je dan ook in je rapportage kunnen zien welke persoon welke score behaald hebben. Zeg maar zo. Ja, we zijn eigenlijk met hetzelfde systeem. We hebben bijvoorbeeld een apart platform voor onze eindexamens. En daar gaat ook in het leerplatform wordt het eindresultaat natuurlijk bewaard. Maar er is de communicatie met ons eigen administratief systeem. Dus dat die data vandaar, via een API dan, dat die data in ons administratief systeem terechtkomt. Dat is ook waarschijnlijk bij jullie van belang, van, ja, ik weet niet meer hoe dat systeem is, de Volta of zoiets. Foto's. We spreken makkelijk over 8500 cursies van op de jaarbasis. Dus als je maar op eerst een boodschap wil aanschouwen, dan heb je natuurlijk geen zin in een hoop lijsten die detailinformatie geven over de stukjes die geleerd zijn, maar wil je ook een communicatie doen. Ja. Waardoor je dus die ervaring is het ook even. Ja, en dat is zeker mogelijk. Ja. Je hebt sowieso communicatie tussen verschillende platformen, maar ook alsmaar gemakkelijker via API's. Allee, het is natuurlijk wel iets technischer, je hebt wel wat IT-kennis nodig. Maar elk leerplatform voorziet eigenlijk wel die mogelijkheid voor die data te gaan naar een ander systeem te brengen. Ja, dus dat scorenpakketje ga je op je leerplatform zetten. En daar is dan eigenlijk de cursist die daar die content kan terugvinden en kan afspelen. Dus in principe gaat die cursist nooit in aanraking komen met die authoring tool. Je hebt altijd een tussenstap via Scorm naar uw leerplatform. Dan als het gaat over het ontwikkelen van die leeractiviteiten. Dus zaken die jullie zelf kunnen ontwikkelen, is natuurlijk altijd gemakkelijkst voor zo eenvoudig mogelijk te beginnen. Ik denk dat dat ook het opzet is dat ik hier vandaag al een aantal keer gehoord heb. De eerste stap is eigenlijk de gemakkelijkste, dat is het digitaliseren van de syllabi. En dat kan zijn dat de syllabus gewoon wordt, dat het Word-document wordt omgezet naar een PDF-document, dat op je leerplatform wordt gezet en dan de cursist dat daar kan terugvinden. Daar heb je natuurlijk nog wat extra mogelijkheden, zoals moest je werken met Nextbook. Kan je eigenlijk dan nog een beetje meer gaan verrijken die content. Bijvoorbeeld bij Nextbook kan je in die syllabus dan ook een grote videootje gaan tussensteken. Je kan dan nog een extra vraagje gaan tussensteken. Je kan zorgen voor een beetje interactie. Dat zijn zaken die eigenlijk heel gemakkelijk op te zetten zijn. Zeker, jullie hebben goed lesmateriaal, jullie hebben goede syllabi. Dus dat lijkt me inderdaad een heel goede stap dat je daarmee begint. Of wat je bijvoorbeeld ook kan doen, is die bestaande syllabus, dat je niet gewoon één pdf gaat maken van 200 pagina's bijvoorbeeld, maar je dat meer gaat opsplitsen en dat je in je leerplatform daar ook nog andere zaken gaat tussenvoegen. Bijvoorbeeld, dat kan gewoon een linkje zijn naar een interessante website, naar een interessant artikel, dat je eigenlijk samen met dat leermateriaal, dat stukje van die syllabus, dat je er nog een aantal andere zaken gaat aan toevoegen. Iets anders qua technologie dat je zeker ook gemakkelijk kan gebruiken, zijn student response systemen. Student response systemen is wat ik hier bijvoorbeeld gebruikt heb met die Poll Everywhere, de Kahoot, dat jullie waarschijnlijk kennen. Ik ga er straks nog eentje gebruiken, Socrative. Dat zijn zaken, ja, bestaan heel veel van dat soort tools. Die zijn ook altijd heel laagdrempelig. Je hebt bijna geen uitleg nodig voor daar iets in aan te maken. Dat zijn zaken die ook zo goed als nooit fout lopen, zolang dat je een goede internetverbinding hebt. Maar in de meeste gevallen loopt dat wel vrij vlot. Dus dat is eigenlijk een manier om gewoon in je face-to-face contactmomenten, dat je daar toch iets van technologieën gaat verwerken.
En dan bijvoorbeeld de vragen dat je zou maken voor zo'n Kahoot quiz, kun je eigenlijk ook gebruiken voor op andere manieren te gaan inzetten. Kunt je dan een beetje gaan herwerken en die dan ook als online test aanbieden achteraf. Het enige tip dat ik misschien kan geven als je dit soort technologie gaat gebruiken, is dat je altijd wel een backup voorziet. Want dus, ja, af en toe kan dat wel een keer tegenvallen, kan de technologie wel een keer in de steek laten. Dus bijvoorbeeld, bij mij was het net zo bij die Polyvryware dat er bij een slide die een foutmelding gaf. Maar ik kan wel nog naar de site zelf gaan van Polyvryware en daar een vraag op starten. Maar je moet altijd wel goed weten hoe dat je bepaalde problemen snel kunt oplossen. En dan het maken van testjes. Het is van ook al een paar keer gezegd geweest. Dat is eigenlijk een heel sterke vorm van leren. Aan de hand door vragen te stellen. Waarbij dat je dan eventueel feedback toevoegt. Dat is iets wat je online heel gemakkelijk kan maken. Het grootste werk is eigenlijk het opstellen van de vragen zelf. Zeker meer keuzevragen. Dat is iets wat je niet mag onderschatten, wat dat wel een beetje werk in kruipt. Zeker als je ze goed wil maken. Maar één keer dat je die hebt, is dat iets wat je wel op verschillende manieren kunt inzetten en wat een heel goed leermiddel is. En wat ik ook heel vaak doe, of wat ik ook heel vaak promote, is gewoon het stellen van vragen over content waar je nog de uitleg niet over gegeven hebt. Dat je kunt zelfs een hele les opbouwen aan de hand van 20 vragen bijvoorbeeld, waar je eigenlijk pas de uitleg geeft door feedback te geven. Dus je stelt een vraag, cursisten weten eigenlijk daar niet echt antwoord op, of ja, misschien wel als ze er een klein beetje kennis over hebben. Maar het is eigenlijk door je feedback dat ze dan zaken gaan leren. Maar dat zorgt er eigenlijk voor dat ze actiever aan de slag gaan en dat ze op voorhand al een keer over nadenken en over reflecteren. Dus dat zijn eenvoudige zaken waar je al heel snel mee kunt starten. Iets complexere zaken misschien, maar op zich niet zoveel complexer. Bijvoorbeeld die content curation dat ik net zei. Ik zei, er bestaan verschillende apps voor die informatie te verzamelen en te gaan taggen. Maar eigenlijk is dat niet meer dan dingen die je zelf kent, websites die je zelf interessant vindt, filmpjes dat je al eens gezien hebt, dat je eigenlijk alles van interessant en relevant materiaal voor jouw opleiding, dat je die gewoon gaat verzamelen, dat je die gaat structureren en dat je die ook op een of andere manier gaat aanbieden aan de cursisten. Waar dat je dan eventueel nog wat extra informatie gaat toevoegen om dat een beetje te kaderen. Het heeft natuurlijk geen zin voor gewoon 20 links online te gooien, waar ze eigenlijk totaal niet weten van hoe hangt dat samen of wat is daar de juiste bedoeling van. Maar als je dat goed kadert, kan dat eigenlijk wel een gemakkelijke manier zijn om snel iets te maken. Want dat is iets wat ik heel vaak zeg, er bestaat al heel veel content, er bestaat heel veel goede content die gewoon publiek gemaakt is. Dus maak er ook gebruik van, het heeft geen zin om het warm water opnieuw uit te vinden. Ik denk, een belangrijke taak van een lesgever is vooral voor daar die context rond te geven en die omkadering. Maar schik daar zeker niet voor terug voor dat soort dingen gewoon te gebruiken. Video natuurlijk. Dat is ook iets wat dat ook altijd maar langdrempeliger wordt. Vroeger hadden we daar nog een vrij deftige videocamera voor nodig. Nu kun je eigenlijk met een smartphone kun je al heel goede videoopnames maken. Ook de software voor te monteren is ook vrij gemakkelijk geworden. Je hebt daar geen Adobe Premiere meer voor nodig. Meestal hebben we op een smartphone wel zo'n programmaatje staan. Bijvoorbeeld op een iPhone iMovie. Het is eigenlijk heel gemakkelijk voor stukjes video te knippen, voor daar dingen aan toe te voegen, qua tekst en zo. Het enige wat daar belangrijk bij is, als je wilt inzetten op video, zijn twee zaken. Dat is dat je beeld stabiel is, dus dat je gaat werken met een statiefje. Ik heb zelf zo'n heel flexibel klein statiefje waar ik mijn smartphone kan inzetten. En ik heb een klein microotje, een daspeldmicrofoon. Ik denk dat iets van €50 kost, maar de kwaliteit van je audio wordt daardoor echt wel een heel pak beter. Qua beeldkwaliteit is eigenlijk elk toestel voldoende, maar zeker de audio is eigenlijk het allerbelangrijkste als je gaat werken met video, want daar haken veel mensen op af. Zeker als je met hoofdtelefoons gaat luisteren, is dat wel belangrijk dat je alle omgevingsgeluiden wegwerkt en dergelijke. Maar eigenlijk met een beetje basismateriaal kun je al heel goede opnames maken. Ik denk dat daar de grootste drempel is bij veel mensen, is voor zelf in beeld te komen. Veel mensen hebben dat niet zo graag.
of vind dat ook moeilijk voor zonder publiek te spreken. Maar soms kan het wel handig zijn als je bijvoorbeeld iets heel vaak moet herhalen in je les. Je neemt dat gewoon even op thuis. Je kunt dat altijd ter beschikking stellen van je cursisten. En jij moet het iedere keer opnieuw herhalen. En dan die kennismodules. Dus ik had al gezegd, als je echt dingen gaat maken, zoals ik dat net toonde, dat ga je maken in een authoring tool. Maar je hebt ook andere tools waarmee dat je iets gemakkelijker dat soort kennismodules kunt maken, of gewoon heel kleine onderdeeltjes. Bijvoorbeeld in H5P is ook iets gratis. Wat je daarmee kan maken, zijn heel korte interactietjes. Bijvoorbeeld een hotspot-afbeelding. Zeg maar, bijvoorbeeld voor anatomie heb je bijvoorbeeld een tekening van een skelet, waar dan verschillende punten op staan. En als je daarop klikt, kan je dan de naam, voor de Latijnse benaming zien van dat specifiek onderdeel. Dus dat zijn zaken dat je allemaal kunt maken via H5P. En dat is ook vrij laagdrempelig, je hebt daar niet zoveel training voor nodig. Om jullie even te tonen hoe gemakkelijk dat kan zijn voor een online test te maken, heb ik zelf eentje gemaakt in Google Forms. Jullie kennen dat misschien allemaal voor het maken van formulieren. Maar wat veel mensen niet weten, is dat je dat ook kunt gebruiken voor online tests te maken. Voor de mensen die een QR-code kunnen inscannen, dat zal het gemakkelijkste zijn, want de link is iets ingewikkelder. Is dat bij iedereen? Jullie mogen dat testje even doornemen. Ik denk dat het 3 of 4 vragen zijn. Waar jullie in principe het antwoord al op zouden moeten weten.
Dus het is niet zo gemakkelijk te vragen. Het duurt even. Ik ga jullie nog 2 minuutjes geven. Ik heb 23 antwoorden ondertussen. Ja, dus ik ben nu even in Google Forms ingelogd. Dus ik kan hier nu eigenlijk al direct zien wat de resultaten zijn. Ik zie hier bovenaan dat het gemiddelde 3,52 op 6 is. Mediaan 3 op 6 en de range 1 tot 6. Dus ofwel heb ik het niet goed uitgelegd, ofwel waren mijn vragen toch iets te moeilijk. En hier kan ik bijvoorbeeld zien welke dat, de vragen zijn die het meest verkeerd beantwoord zijn. En hier kan ik echt per vraag gaan kijken hoeveel mensen dat er juist en hoeveel mensen dat er fout geantwoord hebben. Dus dat is eigenlijk ook een beetje die learning analytics. Op basis van die data kan ik ook wel een aantal dingen gaan concluderen. Dus hier kan ik dan zelf gaan kijken van zijn er bepaalde zaken die ze nog minder onder de knie hebben, dat ik misschien nog extra moet uitleggen. Of dingen waarmee dat, waar dat ik sneller kan doorgaan, omdat die goed onder de knie zijn. Ik zal het even tonen. Dus wat je doet is gewoon een formulier opmaken. Maar hier bij de instellingen heb je een tab quizzes. En dit moet je gewoon aanvinken. En dan heb je nog een aantal andere basismogelijkheden. Kunnen we het zeggen of dat jullie kunnen zien of dat juist of fout geantwoord was. Kunt zeggen of de punten worden meegegeven of niet. En het enige verschil met formulier is dat je aanduidt wat het juiste antwoord is, of de juiste antwoorden. Het enige wat je niet weet is van wie dat de fout en waar wie dat antwoord heeft. Dat nee, maar ik kan er wel gewoon een veld aan toevoegen voor jullie naam te vragen. Ja. Ja, dat kunnen we inderdaad wel doen. Wat voordeel is, je hebt hier geen leerplatform voor nodig. Eigenlijk de data wordt hier allemaal in verzameld. Je kunt dat zelfs ook naar Excel exporteren en daar dan eventueel verder analyse doen. Wat is ja. Ja, dat is ook gelijk. Ja, hier bij de individual kan ik echt individueel allemaal gaan doorlopen, één voor één. Ja, inderdaad. Het is echt ja, hetzelfde principe dan een formulier of een enquête, maar dan met punten. Goed, ja, dus hier heb ik gewoon een aantal tools opgezet die dat je zou kunnen gebruiken. Dat is echt maar een heel kleine selectie. De meeste heb ik ook al wel eens vermeld vandaag. Als je gaat kijken naar tools die je kunt gebruiken voor kennis over te brengen, er bestaan er echt enorm veel en er komen er ook dagelijks bij. Ik heb er vandaag zelf ook een paar leren kennen dat ik nog nooit van hoorde. Bijvoorbeeld die Voxfold had ik zelf nog nooit van gehoord. Maar mijn iPhone staat vol met dit soort tools dat je kunt gebruiken. De ene al een beetje interessanter dan de ander natuurlijk. Maar de meeste zijn gratis met bepaalde beperkingen natuurlijk. Die Socrative die ga ik straks even tonen. Dat is ook iets wat je in de les kan gebruiken, maar eventueel ook daarbuiten voor tests te maken. En wat eigenlijk een heel krachtige tool is PowerPoint. Iets dat wel heel veel mensen niet weten, zijn de extra functionaliteiten in PowerPoint. Veel mensen kennen het gewoon voor slides te maken. Maar bijvoorbeeld de filmpjes dat jullie gemaakt hadden, dat jullie op voorhand moesten doornemen, is ook gewoon in PowerPoint opgenomen.
Dus je hebt daar een tab opnemen, waar je eigenlijk heel je scherm kan opnemen. En dat hoeft zelfs geen PowerPoint te zijn. In jullie geval waren dat gewoon de slides. Maar je kan perfect naar een andere website gaan en daar gewoon een schermopname maken van die website. Je kan ook je eigen beeld toevoegen, dat je jezelf filmt via een webcam. En dat dan ook eigenlijk in het klein naast je slides terechtkomt. Dus daar ook met een eenvoudige microfoon dat je aanzet op je laptop. Met PowerPoint kun je eigenlijk ook wel goede instructievideo's maken. En dan derde, iMovie had ik ook al gezegd. Dat is eigenlijk het wat leuke aan Apple, dat je daar iMovie gratis bij krijgt. Bij Android-telefoons is het al iets moeilijker voor goede montagetools te vinden. Maar met iMovie kan je eigenlijk heel gemakkelijk extra content gaan toevoegen op je video. Bijvoorbeeld wat we nu deze morgen zagen bij die wat was tennis, denk ik, waar er zo'n aantal visuals in beeld kwamen. Dat ga je niet op die manier kunnen doen in iMovie, maar wel iets eenvoudiger, dat je er ook gewoon een vorm tekent dat je er gaat overzetten, dat je tevoorschijn laat komen, kan er een tekstje laten bijkomen en dergelijke. En dat is ja, echt wel vrij snel gemaakt. Kahoot kennen jullie allemaal wel natuurlijk. En Google Forms kennen jullie ook de mogelijkheden voor daar die quizzes mee te maken. Dus dat zijn de gratis tools die voor iedereen toegankelijk zijn, waar er heel veel van bestaan. En dan heb je de high-end authoring tools, die ik ook al vermeld heb. Je hebt een Adobe Captivate, je hebt een Flowsparks bijvoorbeeld. Maar degene die eigenlijk nu het meest gebruikt wordt, is Articulate. Vooral ja, Articulate 360 is eigenlijk een volledig pakket met allemaal verschillende tools die je kan gebruiken om digitale leeractiviteiten te maken. Dat is eigenlijk gegroeid vanuit Articulate Storyline. Dat is de bekendste. Daarmee kan je echt... het is een beetje zoals PowerPoint, maar je kan daar eigenlijk interacties gaan toevoegen. En daar kan je zelfs volledige games mee gaan maken. Je kan heel basic doen, dus gewoon een PowerPoint inladen en daar een aantal dingen aan toevoegen. Maar je kan er ook echt dingen in gaan programmeren. Maar dan heb je natuurlijk wat meer kennis nodig van het programma. Ook een heel interessante dat in dat pakket zit, is Articulate Rise. Dat is een dat ik zelf heel vaak gebruik. Werkt een beetje volgens een ander systeem. Articulate Storyline of Captivate is zo het klassieke principe dat je eigenlijk, of het PowerPoint principe, dat je door verschillende slides gaat. Terwijl Rise is meer het website principe waar je verticaal gaat scrollen. En waar je ook verschillende interacties gaat toevoegen. Maar dat is volledig cloud-based en ook heel eenvoudig. Eigenlijk, ja, hoe dat je het maakt, wat dat je ziet, is ook hetgeen dat je een eindgebruiker gaat zien. En dan maakt het eigenlijk heel gemakkelijk om daar dingen in te gaan maken. Daar is bijvoorbeeld ook een tool in voor videoopnames te maken, voor schermopnames te maken. Dus eigenlijk een volledig pakket. Maar vrij kostelijk, en dat is niet iets wat dat bijvoorbeeld elke lesgever een licentie voor zou kunnen geven.